Het is nog niet af. Oh, shock. Het is bijna van. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Het ding gaat omhoog en dat komt omdat Shani er ook is onder het bureau. En ja, ik heb een lekker aangekleed petje aan. Dus ik heb gewoon even een simpel cool truitje aangedaan. En een, althans cool truitje, gewoon een lekker warm, wollig truitje. En een broek van de Zara. En mijn schoenen zijn van Adidas. En mijn pet is van Nike. En jullie zien het niet eens goed. Maar ik ga nu richting Amsterdam om te gaan verhuizen. We krijgen de sleutel. En kijk hoe leuk. De pakietenvogel wilde nog samen zitten. En het gaat heel goed, maar die pakiet maakt me gewoon heel nerveus. Dus. Maar goed, op naar Amsterdam. Zo jongens, ik heb net lekker de sleutel van mijn huis gekregen. Superleuk. En ik ga nu naar Ikea en zo allemaal dingen doen. Dus ik neem jullie gewoon een beetje mee met muziek, denk ik. Ja, even kijken hoe deze vlog loopt. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt blij dat ik mijn huis heb. Dus jij gaat me helpen. Woehoe. Yes! Zo jongens, het is echt een hele drukke dag, maar ik sta op mijn dagterrasje. Hoe leuk is dit? Ik ben echt super blij. Tijn is nu onderweg met alle spullen. Hoe leuk is het uitzicht jongens? Ik ben zo blij. En ik moet dat ook even zeggen. We zijn nu druk bezig met het schoonmaken en alles dat soort dingen, irritante dingen. En dan hoop ik er morgen of overmorgen te kunnen gaan slapen. Ja. Als ik hier zo loop, lekker in die wind met die zon op mijn bakkers, denk ik ja. Oké, ik voel me echt heel oud en heel erg volwassen, maar ik ben heel blij. We zijn nu met zo'n katrol allemaal dingen naar boven aan het tillen. Dus ik ga tijd even filmen, want die zijn handig, joh. Ik lig helemaal dubbel. Dan gaan we kijken hoor. Hoezo is mijn licht zo? Ja. Oh! Oh nee, 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 niet in dat raam, ouwe. Nee, dat gaat heel kut zijn. Oh, dat is koning is natuur ook. Ja. Zo jongens, het is een beetje donker. Tijdens mijn kast aan in elkaar zetten. Niet in mijn eentje hoor, het gaat wel echt warm. Ik ga je even een kleine tour geven alvast. Zo weet je daar eigenlijk jou, Bertijn? Vertel ze wel even dat het nog niet af is. Nee, het is nu niet af. Het is niet af. Dit is de woonkamer. Hier komt een. Deze gaat waarschijnlijk weg. Tadaa. Dan hebben we hier de eettafel. Een tuin. Tadaa. Hier heb je lekker raampjes. Heel leuk. Hier komt de tv. Je ziet hem al staan. Die komt hier zo op. Oké. Dan heb ik hier. De keuken. Oh wacht, ik heb hier de ijskast. Niet heel onbelangrijk. Dan hebben we hier de keuken. En met kastjes natuurlijk. Rood. De een vindt het mooi, de ander vindt het lelijk. Ik vind het wel grappig. Ik vind het lelijk. Tijn vindt het lelijk. Dan krijgen we hier rechts de kamer van Tijn. Die staat helemaal vol nog. En de kamer van mij. En Dario is met helpen met de kast. Hi Dario. Hallo. En ja, dan gaan we nu naar. Oh wacht. Hier is de wc. Er is alleen nog geen licht. Heel leuk. Dan heb je hier de badkamer. Daar ben ik. Hoi. En dan gaan we naar boven. Ta-ta-ta-ta. En dan kom je uit in een heel leuk hokkie. Een soort hok is het, kijk maar. Dan heb ik hier natuurlijk een hele leuke deurmat gekocht. Dan hebben we ook een soort keukentje. En dan kom je zo op het dakterras. En ik ben er echt heel blij mee. Een wasrek. Hoe dope is dit dakterras, jongens? Zitzakken, die moet ik even naar binnen halen trouwens. En hier hebben we lekker het uitzicht. Nou, dat is een beetje het huis. En ik ga jullie natuurlijk meer laten zien. Maar het is nog niet af. Oh, zo, het is bijna van. Tijn, hier is gevaarlijk, ouwe. Het is bijna van die trap af. No. Ja, er zit een soort inhang. Moet kijken, er zit een soort. Dit is een trainje hier niet. Het is leren. Dood. Oh ja, ik ga tijdens ook met de kast. Zo jongens, ik ben weer lekker thuis en ik heb mijn slaap-t-shirtje aangetrokken. Ja, ik heb echt een hele productieve dag gehad. Ik heb echt super veel gedaan. Ik zal jullie morgen op het huis laten zien
Ja, het is eigenlijk bijna af. Alles in elkaar gezet, mijn bed, mijn kast, alles staat goed. Tijn moet morgen ook nog even zijn bed op die foto's. Moet ook zijn bed nog even in elkaar gaan zetten. Dus ga ik hem ook even helpen. Ik weet niet hoe laat ik morgen naartoe ga. Ik denk in de middag uur of 1 of zo. Voor nu zou ik zeggen heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het huis leuk vonden en deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen bij een gloednieuwe aflevering. Doei doei!